En we hebben alles zelf gedaan. Dus gasaansluiting en elektriciteit hebben we nog helemaal omgebouwd en zo ook. Ook geëlektrocuteerd in het proces. Ja. Oh man. Hier op het kastje zitten zeg maar gaten die we dicht hebben gemaakt. En aan de achterkant zaten allemaal snoeren, maar dat wist ik niet. Oh man. Dus je ging gewoon grabbelton? Ja. Ik ben Firoza. Samen met een hele generatie jonge mensen probeer ik te navigeren midden in een wooncrisis. Met lange wachtlijsten, kleine kamertjes en hoge huurprijzen. Dus met huur en borg wordt het de eerste maand €3000. Tot die tijd woon ik anti-kraak, zonder centrale verwarming, waar we over een maand uitgezet worden. Maar hoe doen andere mensen dit dan? Ik ga op zoek naar mensen die ook scheid hebben aan het woonbeleid en een bijzondere eigen aanpak hebben gekozen. Met stijgende vaste lasten en een energiecrisis wordt het steeds moeilijker om een vaste, betaalbare woning te vinden. Zo moeilijk zelfs dat hartsvriendinnen Kiki en Suze besloten om het heft in eigen handen te nemen. Mijn mouw is helemaal nat. Samen hebben ze voor een habbekrat een caravan gekocht en omgebouwd. En die wonen ze eindelijk samen op het erf van een boerderij. Nou is in de zomer op een boerderij wonen natuurlijk hartstikke cute. Maar ik wil vooral van de meiden weten of het ook nog een beetje leuk is als het snertweer is. Niet te missen. Hallo. Hallo, welkom. Hoi. Hoi, Firoza. Hoi, Kiki. Hi, Suze. Suze. Kom binnen. Oh, ik zie het helaas. Ik sta ook echt in jullie make-up. Ja. Area. Oh, ik zit vast. Klopt. Oh, kut. Dat ging niet. Jullie zijn besties. Ja. Hoe lang al? Ja, 4 jaar denk ik. Zoiets. Ja. 4 jaar. Hoe kwamen jullie erbij om in een caravan samen te gaan wonen? Ja, het begon eigenlijk met het idee dat we zo graag al samen wilden wonen. Ja. En toen dachten we, ja, we kunnen wel een huis gaan huren, maar dat is zo duur. Ja. En toen hebben we dus deze caravan gevonden. Voor €450 konden we hem in Gelderland ophalen. Oh, heel nice. Ja. Ja. Want hoe hebben jullie deze boerderij gevonden? Bij heel veel boerderijen zijn we gaan flyeren. We hebben een flyer gemaakt met willen jullie ons alsjeblieft hebben? We kunnen voor jullie werken of iets doen. En dit was eigenlijk de enige die heeft gereageerd. Oh, want hoeveel boerderij heb je gevraagd ongeveer? Nou, ik denk 20. Ja. En we betalen geen huur, we werken daarvoor hier. We hebben een boerderijwinkeltje en daar werken we dan 1 keer in de week. En dat dan eigenlijk onze huur. Dat is zo chill. Ja, dat is echt top. En wat hebben jullie allemaal opnieuw gedaan? Dit bed zat er nog niet in. Dit hebben we zelf gebouwd. En de tafel en zo. Het is zeg maar een bank. Die gaat helemaal rondom hier. En de rest was gewoon best wel leeg en kaal. En er zat een andere vloer op. Er zat een wc daar. Ja. Oh, die hebben jullie eruit geschoven? Ja. Ja. Okay. Ja, hij moest dan aangesloten worden op een ingewikkelde manier. En we kunnen niet echt ergens een soort composthoop beginnen. Oh. Ja. Dus... Oké. En ik zie hier nog een... doek? Wat zit daarachter? Ja, hierachter zit onze kledingkast. Dus die kan ook daar al onze kleding in liggen. Was het belangrijk dat er wel nog gewoon een klein beetje luxe in de caravan zat? Ja, nou, het was niet per se nodig om luxe, maar wel om een eigen, zeg maar, apart kamertje te hebben. Dus dat je wel ook je eigen space hebt, maar ook in een kleine ruimte, dat kan nog steeds. Ja. Dus dat is ook wel heel fijn. En natuurlijk onze make-up badkamerhoekje ervan gemaakt. Ja. En een kleine radiator. Doet hij het? Zeker. Ja. Die is ook al 50 jaar oud. En hij werkt gewoon op een gastank die we hebben. Okay. Dus op die manier verwarmen we het hier. Ja. Ben je niet bang dat het in de fik vliegt of zo? Nou, we zijn eerder bang voor koolstofmonoxidevergiftiging. Okay. Maar we hebben ook een CO2-melder. Ja. Hier allemaal goede stickers hangen. Klopt. Kraakstikker. Ja. Kraakstickers ook inderdaad. Zijn jullie een beetje boos op de huizenmarkt? Ja. 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 Het is ook gelijk als je wakker wordt, je opent je ogen en denk je, ah ja, ja. Prins Bernard. Pandjesbazen. Ja. Ja, er zijn wel echt heel veel studenten die echt niet een kamer kunnen vinden. Wachtlijsten zijn enorm, die zijn langer dan je überhaupt studeert. Dus. Je merkt ook wel echt dat mensen er niet eens soort over nadenken om uit huis te gaan. Omdat het gewoon zo niet mogelijk is, dat het niet als optie gezien wordt. Ja, dus daarom de caravan. Ja. En al het ombouwen, verbouwen, hebben jullie dat zelf gedaan?
Ja, met de opa van Kiki ook. Dus gasaansluiting en elektriciteit hebben we nog helemaal omgebouwd en zo ook. Ook geëlektrocuteerd in het proces. Ja. Oh, man. Hier op het kastje zitten zeg maar gaten die we dicht hebben gemaakt. En aan de achterkant zaten allemaal snoeren, maar dat wist ik niet. Oh, man. Dus je ging gewoon grabbelton? Ja. Oh. En jullie zijn gewoon op alles aangesloten hier? Ja, we zijn in principe op alles aangesloten en dat het eigenlijk hier verstopt. Hieronder hebben we een hele grote gastank, die kunnen we gewoon vervangen. En een watertank, die we ook elke keer opnieuw kunnen vullen, waardoor we een kraan binnen hebben. Mag ik die pakken? Ja, zeker. Ja. Hij is best wel zwaar, man. Een workout gehad. En hoeveel dagen kan je hiermee? Ik denk voor 2-3 dagen. Ja, zoiets. Ja. En we hebben elektriciteit nog daarachter aangesloten. Nice. Ja. Van alles voorzien. Ja. Dit is alleen maar voor jullie kraan. Waar douchen jullie? Dat is in de stal. Mag ik zien? Ja, hoor. En zijn er ook dingen die jullie missen van het wonen in een gewoon huis? Nou, het 's nachts naar de wc lopen, dat is in een gewoon huis wel iets beter. Ja, dat is niet 30 meter die kant op in de kou. Klopt. Dat je dan ineens met je sokken in de blubber staat. Ja, dat komt vaak voor. Ja, dat gebeurt wel, ja. Ja. Oké, is die? In die stal is die stal. Ja. Oké. Nou, hier is de douche. Ook onze wc gelijk. Douche. Ja, onze badkamer. Ja. Met wie delen jullie dit? Met iedereen die hier loopt. Oké, het is hier ook echt druk. Ja, klopt. Ja. En zijn jullie de enige die hier douchen of zijn er ook andere mensen die hier douchen? Nee, wij zijn wel de enige, denk ik. Ja. Okay. Ja, de wc wordt door meerdere gebruikt en de douche is echt... Door ons. Ja, ja. Precies. Er ligt hooi in de douche. Dat is ook niet heel verrassend. Het boerderijleven. Ja. Dit is echt het toppunt van boerderij. Ja, en hooi in je douchebed. Hoe is het om nu met z'n tweetjes op zo'n klein stukje te wonen? Ja, het gaat best wel goed, denk ik. Ja, we zijn ook wel gewend aan elkaar. En voor hoe lang hebben jullie voor ogen dat jullie hierin gaan blijven? Nou, best wel lang inderdaad. Dus we denken best wel op lange termijn. Dus, ja. Dus 4-5 jaar? Dat zou best wel kunnen. Hoe doen jullie dat met daten in de caravan? Zijn jullie op zoek naar scharrels? En hoe gaat dat dan hier samen? Nou, we hebben allebei een vriend op het moment. Oh. Ja. En ze gaan ook goed samen. Dus we passen met z'n vieren. Ja, we zijn hier vaak met z'n vieren. Ja. Of dat jij met je vriend er zit of ik. Of dat we bij onze vriend slapen. Eigenlijk wisselen we het een beetje af. Waarom wou je niet met je vriendje in een caravan? We willen al zo lang samen wonen. Ja, klopt. Dus, ja, dat, daar komt geen man tussen. Nee. Goed zo, oké. Oh, wauw, de love shack. Oh man, ik ben wel echt blij dat ik zo meteen gewoon onder de douche kan stappen. Ja. En weer warme voeten. Ja, dat snap ik. En denk je dat dit een oplossing is voor het woningtekort voor meer mensen? Of is dit iets wat gewoon specifiek voor jullie werkt? Ja, ik denk dat het wel zeker een optie is voor meerdere mensen. Ook omdat de woningmarkt nu echt niet te doen is. Ja, moet je wel liggen, denk ik, om ook zo te leven. Maar als je het leuk vindt, dan zou ik het zeker doen. Het is niet moeilijk. Het is heel makkelijk, goedkoop en heel gezellig. Ja, dus, klopt. Ik zou het zeker wel aanraden. Ja, en vind je het niet meer leuk, dan rij je hem terug. Ja, precies. Easy. Ja. En zouden mensen, als ze er interesse in hebben, naast jullie kunnen komen staan? Nou, als het van de boer mag. Jullie zijn wel chill gewoon. Wel gezelligheid, ja. Ik vind het alleen maar leuk. Ja. Kan ik hier wonen? Zei ik waarschuwing. Nee, ik heb het echt koud. Caravan, heel cute. Heel leuk gedaan, heel persoonlijk. Maar ik mis comfort. Als hij nou ergens anders stond, in Barcelona of zo, met een enorme inloopdouche. Ja, oké, sign me up. Dit, in Nederland, is hem gewoon niet voor mij. Door. Oh, kut!